Today, we return to the Book of Esther and the story of Purim. Vandaag keren we terug naar het verhaal van Esther. But the specific focus that I'd like to share with you today is really going back to the roots. Roots that go far beyond the Book of Esther itself. Maar de focus zal vandaag niet zozeer op het boek van Esther ook liggen, maar vooral de wortels die veel verder gaan dan alleen het verhaal van Esther. But these roots we do see in the Book of Esther as well, so inevitably we'll start with that. Maar deze beginpunten of wortels die zie je ook terug in het boek van Esther, maar we beginnen bij het begin. Let's begin then with the Book of Esther. The first verse of chapter 3. Laten we dan beginnen in het boek van Esther en dan in hoofdstuk 3, de eerste vers. Where we are introduced to one of the most important characters in the entire story of the Book of Esther. En daar wordt een van de belangrijkste figuren uit het verhaal van Esther geïntroduceerd. Not, mind you, a very positive character. Geen positief karakter als het ware. Specifically the character of Haman. Namelijk de personage van Haman. And what is important here is how he is introduced. Het is met name bijzonder op de manier waarop hij geïntroduceerd wordt. Again, chapter 3, verse 1. Hoofdstuk 3, vers 1. After these things, King Ahasuerus promoted Haman, the son of Hammedata, the Agagite. Staat er na deze gebeurtenissen, maakte koning Ahasuerus de Agagite Haman, de zoon van Hammedata, groot. The Agagite. The next word is critical. That he is an Agagite. Not just that he is the son of Hammedata, but again, the Agagite. Belangrijk is, zozeer waar hij de zoon van is, maar dat hij een Agagite is. Now, this identification as the Agagite is one that we find repeated with respect to Haman on another four occasions in the Book of Esther. Het feit dat hij hier wordt neergezet als de Agagiet komt 4 keer in het verhaal van Esther voor. And of course it's significant that in the first instance, which is what we just read, in chapter 3, verse 1, that is how he is introduced. De eerste keer dat voorkomt in het boek van Esther is hier, in hoofdstuk 3, vers 1, dat hij neer wordt gezet als de Agagiet. And while, in order to save time, I'm not going to go through all the references, we'll also note that the very last time that his name appears in the Book of Esther, he's also identified as an Agagite. Ik ga niet in op alle verwijzingen, maar ook de laatste keer dat wordt gezet, Haman, wordt ook gewezen op het feit dat hij Agagite was. This is in chapter 9, verse 24. Which is kind of an overview summary of the entire story. De laatste verwijzing staat in Esther 9, vers 24. Wat eigenlijk een soort van samenvatting is van het hele verhaal. Again, reading in the Book of Esther, chapter 9, verse 24. Because Haman, the son of Hammedata, the Agagite, the enemy of all the Jews, had schemed against the Jews to destroy them. And had cast the poor, the lot, to consume them and to destroy them. Daar staat Haman toch, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de Jodenhater, had de gedachte gekoesterd de Joden uit te roeien. En hij had het pur, dat is het lot, geworpen om hen te vernietigen en uit te roeien. So we clearly establish that Haman is an Agagite. Dus we kunnen vaststellen dat Haman een Agagiet was. What we haven't established is, what does that mean? Wat we nog niet vast hebben gesteld is, wat houdt dat dan in? So, what is an Agagite? Wat is dan een Agagiet? Well, the truth is that we only
find reference to Agag in two other passages in the entire Bible. Het feit dat de Agagiet genoemd wordt, of Agag, komt eigenlijk maar twee keer voor in de Bijbel. One of them, in which the name appears several times, makes it clear with whom Agag is affiliated. De eerste keer dat het volk een van de verwijzingen laat duidelijk zien met wat Agag als ware verweven is. And this is in the first book of Samuel, in chapter 15. Het staat in 1 Samuel 15, vers 10. In the first book of Samuel, chapter 15, we read of the battle that God commands King Saul through the prophet Samuel to initiate with Amalek. In 1 Samuel 15 staat dat Saul de opdracht krijgt om strijd aan te gaan met Amalek. De bezoeking van Amalek. We'll still have to clarify more about Amalek in another few minutes. Straks gaan we daar nader op in, op Amalek. But what's relevant for us is that the king of Amalek is named Agag. Maar wat van belang is, is het feit dat de koning over Amalek Agag wordt genoemd. Sometimes you're fading out. Is that a problem that I'm having, or is this a problem that we read in verse 8, referring to King Saul, he took Agag, the king of Amalek, alive, and utterly destroyed the people with the edge of the sword, as he has been commanded by the prophet Samuel. In vers 8 staat dan dat Agag, de koning van Amalek, greep hij levend. So of course from this we see fairly explicitly that Agag is the king of Amalek. Hier staat dus heel duidelijk dat Agag de koning was over Amalek. Now, keeping Agag alive was King Saul's failure to obey the command of God that he had been given by the prophet Samuel. En het feit dat hij hier Agag in leven liet, Saul dus Agag in leven liet, was in strijd met het gebod dat God hem gegeven had bij monden van de profeet Samuel. This is, we should note, a good example that illustrates that our conception of what is moral is not necessarily identical with what God tells us to do in the Bible. Dit laat heel duidelijk zien dat ons besef van moraal, van wat goed en fout is, niet altijd gelijk staat met hoe God daar tegenaan kijkt. Evaluating people as so wicked as to be deserving of death is something that we aren't empowered to do on our own. But God is. Een oordeel vellen dat iemand ter dood moet worden gebracht, is iets wat wij zelf niet aan zouden kunnen, maar wat wel bij God ligt. So, we don't identify with this as consonant with our conception of morality, but if we believe in God, we obey him. Dus het is niet een strijd van ja, hoe wij aankijken tegen goed of kwaad, maar het feit dat we God gehoorzaam zijn. And King Saul failed to do so. En koning Saul is God hier dus niet gehoorzaam. And so, just to complete the end of this citation of Agag, we read a little bit later on in the chapter, in verse 32. En om te eindigen, dit schriftgedeelte te eindigen we over Agag en het verhaal van Saul, staat er in vers 32. Then said Samuel, bring here to me Agag, the king of Amalek. And Agag
came to him in chains, and Agag said, surely the bitterness of death is past. Daar staat, toen zeide Samuel, breng Agag, de koning van Amalek, bij mij. Welgemoed ging Agag naar hem toe, want hij zeide, voorwaar de bitterheid van de dood is geweken. That is as if he's not afraid about anything. En het is net alsof hij daar dus nergens meer bang voor is. And Samuel said, as your sword has made women childless, so shall your mother be childless among women, because you're about to die. Er staat dat naar Samuel zeide, zoals uw zwaard vrouwen kinderloos maakte, zo zal onder de vrouwen uw moeder kinderloos worden, omdat hij ter dood zou worden gebracht. And Samuel slew Agag before God in Gilgal. So Samuel killed him himself. Er staat dan, daarop hieuw Samuel Agag aan stukken voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. Hij bracht hem dus om. Now, that's the end of Agag, at least of this Agag. Dit is dus het einde van Agag, of beter gezegd, deze Agag. I said this Agag because, as I mentioned, there is one other passage in the Bible in which the name Agag appears. Ik zeg expliciet deze Agag, omdat er ook nog een tweede gedeelte is, zoals ik zei, waar deze Agag wordt genoemd. This is in the prophecy of Bil'am in Numbers chapter 24, verse 7. Er is een tweede schriftgedeelte dus, en dat is dus met de profetie die Bilam uit moet spreken in nummer 24, vers 7. Now exactly what Bilam is talking about here is subject to different interpretations, but he's clearly speaking of the praise of Israel. Er staat met de spreuk die Bilam uit moet spreken, staat er iets over de lof van Israël. And at the end of the verse, he states, his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted. Daar staat al geschreven in vers 7, dat zijn koning verheft zich boven Agag, en zijn koninkrijk zij verheven. To what is Bil'am referring in this prophecy? Waar wijst Bil'am op in deze spreuk? Well, the simple answer would be, he's referring to the king of Israel who smites Agag's people, Amalek. Dan zou je zeggen van, nou ja, dat wijst op de koning die Amalek ombrengt. Which raises an interesting question. Maar dan is er wel een interessante vraag bij. On the one hand, this could be a case in which a prophet sees something far distant in the future, the battle of King Saul against Agag and Amalek, and calls the king of Amalek at the time by name. Je zou kunnen zeggen van nou, dit is een profetisch iets waarop hij vooruitkijkt op de strijd die Saul aanbidt met Amalek, en hij dus Agag zo bij naam noemt. We have examples that are similar. After all, in the Bible, prophets can see that which is far, far away in the future. En dat soort voorbeelden zijn ons niet raar. Als je kijkt in de Bijbel, er zijn wel vaker profeten die dingen vooruitzien, die dingen zien die er nu nog niet zijn. While that certainly is a possibility, there's another possibility. Maar alhoewel het een mogelijkheid zou kunnen zijn, is het geen mogelijkheid in deze. It could be that all kings of Amalek bore the name Agag. Het zou kunnen zijn dat elke koning van Amalek de naam Agag draagde. After all the kings of Egypt were called Pharaoh. Net als dat elke koning van Egypte Farao werd genoemd. The kings of Gerar of the Philippines were called Abimelech. En zoals dat elke koning van de Filistijnen Abimelech werd genoemd. There are other examples as well.
Er zijn ook wel andere voorbeelden. The kings of Jerusalem were called Melchizedek, Adoni Tzedek. De koningen van Jeruzalem werden Melchizedek genoemd. So it could be then that what Bilaam is identifying here is a general title of the kings of Amalek. Het zou dus kunnen zijn dat Bilaam het hier heeft over de algemene titel als je spreekt over de koning van Abimelech. What in any case emerges is that Agag is connected with Amalek. That's the only national affiliation we find with the name. Wat we in ieder geval kunnen concluderen is het feit dat Agag gekoppeld is aan, verbonden is met Abimelech. And of course, following this track, that means also that Haman, Haman, is connected with Amalek. En op deze wijze kunnen we dus ook zeggen dat Haman verbonden is geweest met Amalek. So of course, inevitably at this point, the next thing we need to consider is who is Amalek. Dus de volgende vraag die we eigenlijk zouden moeten stellen is dan, wat is Amalek? We encounter Amalek as a nation for the first time in Exodus chapter 17. Amalek als volk wordt voor het eerst in Exodus 17 genoemd. In verse 8 of Exodus chapter 17, we read, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Exodus 17 verse 8. In Exodus 17 vers 8 staat nog geschreven, toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Rephidim. And what follows is a battle, the first war that was fought with Israel following the Exodus. Dit is dus de eerste strijd die wordt gevoerd tegen Israël nadat de Exodus heeft plaatsgevonden. And in verse 13, the conclusion of this battle. En staat er in vers 14 als conclusie van deze strijd. And Joshua harried, weakened Amalek and his people by the edge of the sword. Staat er verder geschreven, en prent het Joshua in dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. But that's not the end of the story with Amalek. Sorry, vers 13 werd hier aangehaald. Zo overwon Joshua Amalek en hij spook door het scherp van zijn zwaard. Because we also find Amalek coming against the nation of Israel in the book of Numbers. Ook de tweede keer dat de strijd door Amalek aan wordt gebonden tegen Israël, dat vinden we in Numeri. We read in chapter 14, verse 45. Staat in vers 14, vers 45. Then the Amalekites came down, and the Canaanites who dwelt in that hill, and smote them, referring to the Israelites who had gone up to do battle against them without God's permission, and smote them and discomfited them as far as Chorma. Daar staat dan, toen kwamen de Amalekieten en de Canaanieten, die dat gewerf bewoonden, naar beneden en versloegen hen, dat is dan het volk Israël, omdat zij niet gehoorzaam waren aan het gebod van God, en dreven hen terug tot Chorma toe. This was, to remind you, an abortive attempt to come into the land of Israel following the sin of the spies and the punishment that Israel was to remain in the wilderness for 40 years. Dit is als gevolg van het feit dat ze ongehoorzaam waren aan het bericht dat de spies gaven en daardoor dus 40 jaar lang nog in de woestijn moesten blijven. Now we encounter repeated conflicts with Amalek in subsequent generations as well.
En ook in de volgende generaties zie je dus steeds dat de strijd tegen Amalek nog ook plaatsvindt. That is, we encounter battles in which Amalek fought against us on two separate occasions in the period of the judges. In de tijd van de richteren, van de rechters, is er sowieso twee keer een notie van gemaakt dat Amalek tegen het volk Israël strijdt. But focusing upon the bottom line, the conclusion that we read in Deuteronomy. Maar wat allemaal op neerkomt, de conclusie als het ware, vinden we in Deuteronomium. In Deuteronomy, at the end of chapter 25, we read of a specific divine command to Israel. Er staat in het laatste gedeelte van hoofdstuk 25 van Deuteronomium 25 staat een uiteindelijke opdracht ten aanzien van het volk Amalek. In chapter 25, verse 17, remember what Amalek did to you by the way when you were coming out of Egypt. Er staat in vers 17, gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart. Verse 18, how he met you by the way and smote the hindmost of you, all who were feeble in your rear, when you were faint and weary, and he feared not God. Er staat in vers 18, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. So, this is a divine command to remember what Amalek did forever. Dit is een goddelijke opdracht om voor altijd te herinneren wat Amalek gedaan heeft. Indeed, to be very specific, the word remember in Hebrew, zachar, is generally in the Torah intended as a command, not just to remember in one's mind, but to express it with one's mouth in words. Hier staat dan het Hebreeuwse woord voor herinneren, en dat is het woord zachor, wat niet alleen betekent herinneren in gedachten, maar ook met je mond. And to this day, every year on the Sabbath, before Purim, we read these verses in synagogues throughout the world from Deuteronomy in order to fulfill the mitzvah of remembering, of mentioning what Amalek did. Het is zo dat elke Shabbat voor Purim in elke synagoge wereldwijd deze versen opnieuw in herinnering worden gebracht om gehoor te geven aan de mitzvah. But besides remembering and mentioning, there's also action. And that brings us to verse 19. Maar het herinnering brengen, dat is ook gekoppeld aan een actie. En dat vinden we in vers 19. Therefore, it shall be when God your Lord has given you rest from all your enemies round about, after entering into the promised land, and the land which God your Lord gives you for an inheritance to possess it, that you shall blot out the remembrance of Amalek from under the heavens, you shall not forget. Die actie staat in vers 19, waar geschreven staat, gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. So, there is this ongoing mandate to blot out the memory of Amalek. Het is een voortdurend mandaat om de herinnering van Amalek onder de hemel uit te wissen. And it's important for us to stress that this is indeed a mandate that was fulfilled before we even get to the first book of Samuel, chapter 15,
in chapter 14. En we zien daar, wat belangrijk is om te benadrukken, dat we in vers 14 al, voordat we aan 1 Samuel 15 aankomen, in 1 Samuel 14 hier al gehoor aan wordt gegeven. In verse 49 of the chapter, we read of the military exploits of King Saul. Er staat er in vers 49 van over de uitbuiting van Samuel. Dat is tot 9. You said 1 Samuel 14, verse 39? Verse 49, yes. 49. Verse 49. And he gathered a host and smote Amalek, and delivered Israel out of the hands of them that spoiled them. Bij mij staat het gewoon in vers 48. Hij versloeg de Amalekieten en redde Israël uit de macht van hen die het plunderden. And of course it is in this regard that we read the command of the prophet Samuel to King Saul in chapter 15, verse 2. Een betrekking tot dat gebod wat Samuel daarna geeft. Dat is een logisch vervolg. Als je kijkt naar het gebod van Samuel in hoofdstuk 15, vers 2. Thus says the God of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Er staat in 1 Samuel 15, vers 2. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld. In verse 3. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have. Toen het uit Egypte trok. Ga nu heen, versla Amalek. Sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Which is of course the fulfillment, the actualization of the command. Expressed as we saw in Deuteronomy chapter 25, verse 19. Dit is dus een realisering van dat gebod wat al gegeven is in Deuteronomy 25, vers 19. Now that stated, it is important for us to bear in mind that back in that first encounter with Amalek in Exodus chapter 17, there was what might seem to us to be a different sort of message. Nou, wat belangrijk is als je terugkijkt naar de eerste kennismaking als het ware met Amalekieten in Exodus 17, dat er heel anders uitziet dan wat we hier zien. There, in verses 14 and on, what we read was. Er staat in Exodus 14. Daar staat geschreven. And God spoke to Moses, write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heaven. Exodus 14, you said? Sorry. Exodus chapter 17, verse 14. Sorry, dat was wrong. Exodus 17, vers 14. En de Heere zeide tot Mozes, schrijft in gedachtenis en print het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. In verse 15, and Moses built an altar and called the name of it, God is my banner. Staat er in vers 15, toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. En hij zei, God has sworn by his throne that God will have war with Amalek from generation to generation. Er staat verder geschreven en hij zeide, de hand op de troon des Heren. De Heren heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. So of course, the point that I'm noting here is in verse 14, God swore that he will utterly blot out the remembrance of Amalek.
Wat hier anders is, is staat in vers 14 dat het juist God is die de herinnering van Amalek onder de hemel volledig uit zal wissen. And again in verse 16, it is God who has war with Amalek from generation to generation. Dan staat er in vers 16 dat de Heere een strijd heeft tegen Amalek van geslacht tot geslacht. In Deuteronomy chapter 25, verse 19, it's a command given to us to blot out the remembrance of Amalek. Dit is dus een verschil met wat we lezen in nummer 25, waar het gebod juist aan de Israëlieten wordt gegeven om die herinnering uit te wissen onder de hemel. Which is of course what is then actualized in those verses in the first book of Samuel chapter 14 and chapter 15. In the military exploits of King Saul, and specifically in God's command to King Saul through the prophet Samuel. Is de realisering zien we dus dan vervolgens daarvan in 1 Samuel 14, waarin wordt gezegd dat de Amalekieten verslagen werd, en daarna het gebod van God bij monden van de profeet Samuel. So which is it? Is it God's battle or our battle? Is it in blotting out the memory of Amalek? Or is it our blotting out the memory of Amalek? Dus de vraag, is het nou Gods strijd of is het onze strijd? Of is het God die de naam van Amalek volledig van de aardbodem zal wissen? Of is dat die opdracht aan ons? And of course at this point the answer should be clear. En het antwoord hierop is heel duidelijk. Because we have approach this issue from many different directions over the course of our studies. Want dit onderwerp hebben we van verschillende kanten aangevlogen gedurende de studie die we met elkaar nu doen. The answer inevitably is both. Het antwoord uiteindelijk is beide. Because on the one hand, what we read in Exodus chapter 17 is God's projection of what must be and what he swears will come to pass. Wat we in Exodus 17 zien, is datgene wat God zich heeft voorgenomen, wat gebeuren zal gaan. But that is never to be construed as an excuse for our own passivity and inaction. Dat zou nooit een excuus moeten zijn. Of zou moeten worden neergezet als een excuus om maar zelf passief te blijven. Rather, it's an obligation for us to do our job. Het is juist een opdracht aan ons om in actie te komen. We become, as it were, God's junior partners, as he charges us to do the work he assigns to us. We worden eigenlijk een soort van junior partners ten opzichte van God voor het werk dat hij aan heeft gegeven wat uitgevoerd moet worden. It's important for us to appreciate that when we do that, we're not merely following orders. It's much deeper than that. We are playing a role in the actualization of God's plan for the world. Het is niet zomaar dat we een opdrachtje of een taakje als het ware gaan doen. Het is juist dat we betrokken worden om... The last thing you said. We're playing a role in the actualization of God's plan for the world. Maar spelen we een rol in de actualisering van het plan dat God met deze wereld heeft. And of course, once again, this is a critically important lesson for us to remember generally in life. En dit is een onwijs belangrijke les die we in het algemeen voor wat betreft het leven kunnen leren. Because more generally, this is what life is always about. Want in het leven gaat het uiteindelijk hier altijd om. What we do, as God charges us, is ally ourselves with God and his plan. In bringing that plan to actualization, which he deems we should be serving as means to accomplish. Is het zo dat wij ons als het ware op één lijn stellen en een partnerschap vormen met God om zijn plan
dat plan ten uitvoer te brengen in deze wereld. Now, of course, this is one very important message that pertains to our mission today as well. Dat is een belangrijke les als we kijken naar onze missie vandaag de dag. But we're definitely not finished yet. Maar we zijn nog niet klaar. When I introduced Amalek, and I said that the nation appears for the first time in the Bible, in Exodus chapter 17, that doesn't mean that Amalek appears for the first place in the Bible, in Exodus chapter 17. Toen ik het erover had, in Exodus 17, dat de strijd als het ware met Amalek gehoord aan, is dat niet de eerste keer dat het voorkomt in de Bijbel. Before Amalek is a nation, he appears as an individual. En voor Amalek hier als volk wordt gepresenteerd, was er dus sprake van een persoon, Amalek. And that is specifically in Genesis chapter 36. Dat staat geschreven in Genesis 36. We read of Amalek in Genesis chapter 36 in verse 16. Dan zien we die naam ook voorkomen in Genesis 36 vers 16. As one of the chiefs of the descendants of Esau through Esau's son Eliphaz. Het was dus, hij was dus een van de stamhoofden van Eliphaz, een van de nakomelingen van Esau. The chief Amalek. Het stamhoofd Amalek. Recognizing that Amalek is descended from Eliphaz, we consider somewhat more deeply what specifically the genealogy of Amalek is. Wat we hier duidelijk zien is iets van de genealogie van wie Amalek een afstammeling is, namelijk die Eliphaz. And this brings us to the same chapter, Genesis chapter 36, verse 12. En in Genesis 36, vers 12, dat brengt ons daar naartoe. And Timnah was a concubine to Eliphaz, the son of Esau, and she bore Eliphaz Amalek. Er staat geschreven, Timnah was een bijvrouw van Eliphaz, de zoon van Esau, en zij baarde aan Eliphaz Amalek. Now, inevitably, in order to understand this verse, we need to understand better who Timnah is. Om iets beter te begrijpen, om dit vers iets beter te kunnen begrijpen, is het van belang om te beseffen wie die Timnah nou was. And for this, we continue a bit further in Genesis chapter 36. En dan gaan we nu iets verder in het hoofdstuk van Genesis 36 kijken. When we read, beginning in verse 20, of the sons, the princes of the Seir, the indigenous inhabitants in the land of Edom, prior to Esau coming there with his extended family. Staat er dus dat dit de zonen zijn van Seir. En met betrekking tot de Edomieten, waar uiteindelijk Esau en zijn nakomelingen zich vestigden. We read in verse 22, the children of Lotan were Chori and Heman, and Lotan's sister was Timnah. Staat er, en de zonen van Lotan waren Chori en Heman, en de zuster van Lotan was Timnah. Which means that Timnah was a princess in the Seir nation. En wat erop duidt is dat Timnah een prinses was in het land van Seir. Which inevitably raises the question, you know, concubines were not usually from a particularly high social standing
what's the princess Timnah doing becoming a concubine of Eliphaz, Esau's son? Wat dan een belangrijke vraag is, als je beseft dat bijvrouwen vaak helemaal niet zo'n hoge positie hadden, wat het dan maakt dat Timnah hier de bijvrouw van Eliphaz is. And I have to admit, you can search in the Bible, there's no answer to this question anywhere in the Bible. Ik moet helaas toegeven dat waar je ook in de Bijbel kijkt, nergens een antwoord op deze vraag komt. But there is an answer to this question in our tradition. Maar in onze traditie is daar wel een antwoord op gegeven. That Timnah was able to appreciate the spiritual exaltedness of Abraham's household. Is dat zij de geestelijke, ja, het geestelijke als het ware aan de verhevenheid als het ware van de erfenis van Abraham kon waarderen. And she tried to join herself to this spiritual household in the time of Abraham, in the time of Isaac, and in the time of Jacob. Probeerde zij zich in verband te stellen met de tijden van Abraham, van Isaac en van Jacob. And they didn't accept her. En zij accepteerden haar niet. And in her desperation to become part of this spiritual household. En in haar wanhopige poging om deel te worden van dit geestelijke huishouden. She offered herself as a concubine. Bood ze zichzelf aan als bijvrouw. And inevitably, the message in this tradition is maybe a not so thinly veiled rebuke of us. Is het antwoord in deze traditie eigenlijk een niet zo mooi antwoord ten opzichte van ons? Timnah wanted to become part of the household of Abraham. And she wasn't accepted. Timnah wilde heel graag deel uitmaken van dat geestelijke huishouden van Abraham, maar werd niet geaccepteerd. Now maybe you could say that someone who ends up the mother of Amalek is not exactly the greatest personality to start out with. Dus misschien ja, om te zeggen van ja, heeft ze dus Amalek, dat is dan haar zoon, is er niet zo'n geweldige start. That could be, but that doesn't mean that you just send her away and turn your back upon her. Dat betekent niet dat je haar weg zou moeten sturen en je rug haar zou moeten toekeren. And in our tradition, because our patriarchs did that, because they sent her away, what we end up getting is Amalek that remains a perpetual thorn in our side, causing untold suffering through the generations to their descendants, the people of Israel. Zie je dat datgene wat dus de aartsvader uiteindelijk hebben gedaan, ertoe heeft geleid dat Amalek als het ware een soort van doorn in het oog als het ware is geworden ten opzichte van het volk Israël, dat ze daar altijd mee te kampen heeft moeten hebben. Now again, I'm going to have to stress that this is nowhere explicitly expressed in the Bible. Het is misschien goed om erop te wijzen dat dit dus nergens in de Bijbel staat vermeld. But it is, again, in our tradition, a critically important message of rebuke, of reaching out, at the very least taking the hand that is extended toward us. Is dat voor wat betreft onze traditie wel een belangrijke les over afwijzing van iemand die juist de hand toesteekt? And the consequences of our failing to do so.
En de consequentie die eraan verbonden is als we dat dus niet, als we dat niet hebben gedaan. Now, granted that, again, Timna, as the mother of Amalek, may not impress us as having the most ideal of characters to become associated with Abraham's household. Nou, moet ik wel toegeven dat natuurlijk de persoon Amalek nou niet een geweldige persoon is om aan verbonden te zijn, als je kijkt naar het huishouden. But still, one of the critical messages that inevitably emerges from this is it's not a matter of ethnicity. It's not a question of some kind of racial purity. Maar wat hieruit voortkomt is niet de vraag naar etniciteit of naar oorsprong ten opzichte van verschillende volkeren. And even with respect to the ultimate fate of Amalek and more generally of Esau. En ook als je kijkt naar het lot van Amalek en ook dat algemene genomen van het huishouden van Esau. You know, we read in prophecy of Obadja. Lezen we in de profetie van Obadja. Obadja's prophecy is just one chapter long. In verse 18 of that chapter. In Obadja 18. Vers 18. Dat is maar een gedeelte. And the house of Jacob will be fire. And the house of Joseph, flame. And the house of Esau, stubble, and they shall kindle them and devour them, and there shall not be any remaining in the house of Esau, for God has spoken it. Ik ben even aan het kijken. Vers 18. Het huis van Jacob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam. En het huis van Esau de stoppel. Ze zullen het in brand steken en verteren. En van het huis van Esau zal niemand omkomen. On the one hand, these words very much resonate with what we saw in God's oath in Exodus chapter 17 and the command in Deuteronomy chapter 25 to utterly obliterate the household of Amalek and everything that pertains to it. Aan de ene kant is het dus een heel duidelijk tekst als we hier lezen van dat verhaal uit Exodus 17 over Amalek en dat de namen worden uitgeroeid. En als we ook kijken naar nummer 25. But on the other hand, I feel compelled again to share with you an ancient tradition on this verse that it only refers to those people from the house of Esau who adhere to the deeds of Esau, not those who turn their backs on those deeds and instead turn to God. Is dat dat niet geldt voor degene die uit het huishouden komen, maar die zich bekeren tot God? As a matter of fact, we have an ancient tradition that the prophet Obadja himself was a proselyte who came from Edom, from the household of Esau. Onze traditie is het verder, dit is een deel van de traditie, maar ook een deel van de traditie is dat Obadja zelf een proselyte was, dus iemand die zich bekeerde tot het Jodendom, die uit Edom kwam. And as a practical expression, I'll note that the command to utterly obliterate Amalek only applies as long as Amalek maintains its identity and its enmity. But if people from Amalek dedicate themselves, like all the righteous of the nations, to keeping the Noahide laws, the Noahide covenant, then there is absolutely
no commandment, no permission to destroy them, then they become among the righteous of the nations. Is het goed om, het is ook goed om op te merken hierbij dat degene die van Amalekieten, hè, dan hebben we het dus niet over het volk zelf, maar gewoon over individuen, mensen die zich de rechtvaardigen onder de volken, zoals wordt gezegd, de rechtvaardigen onder de volken, die de mensen die er daarbij hoort, dat daar dus dat gebod om die om te brengen niet geldt, dat het niet is toegestaan. This brings us to an additional realization that it is of great importance for us to consider. Dat is een belangrijke toevoeging die voor ons van belang is als we hierna, met dit betrekking hier naar kijken. We already discussed lesson number one that pertains to our being God's junior partners. Les 1 die we hebben geleerd is dat we dus junior partners als het ware zijn van God. We also appreciate lesson number two, based upon our tradition, to never just turn people away when they come in sincerity. To draw closer to God. Is het ook zo, dat is de tweede les die we kunnen leren, is dat we nooit onze rug moeten toekeren aan mensen die ons de hand uitsteken. Lesson number three, that emerges from what we just said about Ovadiah in verse 18, is that Esav in general, and certainly Amalek in particular, is not simply a kind of national biological identity. It is an ideology. Is wat ook goed als derde les op te merken is, is dat de nakomelingschap van Amalek, Esau, Amalek in het bijzonder, niet gaat over biologische verwevenheid, maar meer over een ideologie. And this brings us back once again to the prophecy of Bilaam. En dit brengt ons terug naar de spreuk van Bilaam. Specifically in Numbers chapter 24, verse 20. En specifiek in nummer 24, vers 20. In this prophecy, Bilaam gazes at all the various nations and speaks of their ultimate fate. En hij, Bilaam heeft het hier over de verschillende volkeren en het lot wat hun toebedeeld is. In verse 20, and when he looked on Amalek, he took up his discourse and said. Toen hij Amalek zag, staat in vers 20, hief hij zijn spreuk aan en zeide. Amalek is the first of the nations, but his latter end shall be everlasting destruction. Er staat geschreven, eerste der volkeren is Amalek, maar zijn einde zal zijn ondergang zijn. What does that mean? That Amalek is the first of nations. Wat houdt dat in, de eerste der volkeren? The simple meaning is clear. De simpele, de simpele uitleg is duidelijk. Well, Amalek is certainly not the first of nations. Amalek in Exodus chapter 17 was the first of nations to come and do battle with Israel after the Exodus. De eerste der volkeren houdt in. De eerste volkeren is de eerste uit de volkeren die strijd aanbond tegen het volk van Israël. Na de Exodus, naar de uitgetocht. But on a deeper plane, Amalek is the first of nations. Amalek represents a worldview, an attitude, an ideology. Maar is het ook zo dat Amalek hier in bredere zin staat voor een blik, een bepaalde wijze van kijken, een ideologie? A good way of expressing this, symbolically. Een goede wijze om dit symbolisch uit te leggen? Returning to the Book of Esther. Als we dan kijken naar het boek van Esther, is dat Haman's name in Hebrew is spelled He Mem Nun.
is dat de naam van Haman in het Hebreeuws meer wordt gezet als met de letters He, Mem en Nun. We find the same letters, the same word, albeit with different vowels, but He, Mem, Nun. The first place in the Bible, in Genesis, chapter 3. Die volgorde van letters, He, Mem en Nun, vinden we op dezelfde wijze, met dezelfde uitspraak als het ware, terug in Genesis. In Genesis chapter 3. Genesis 3. Verse 11. Vers 11. The divine demand, challenge. Have you eaten of the tree of which I commanded you that you should not eat? Er staat dan in vers 11, hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? That have you eaten of the tree? Of the tree. Ha, mim, ha, eet. Same letters. Er staat, he, mem, nun. Van de boom, en in het Hebreeuws staan dus weer daar diezelfde letters, he, mem en nun. And once again, obviously not because it is explicit in the Bible, but by a very deep tradition. Nogmaals, dit blijkt dus niet rechtstreeks uit de Bijbel, maar voort uit een hele diepe traditie. This word intimates, instant, amen. And the ideological legacy that he personifies, the legacy of Amalek. Is dat deze letters en die verbinding met Haman dus als het ware een personificatie is van deze ideologie? Because eating of the tree, the forbidden fruit, was the root of evil coming into the world. Want het eten van de verboden vrucht was de bron van al het kwaad wat daarna kwam in de wereld. Amalek has an ideology symbolizes that root of evil. Amalek dat dus een ideologie is en wat symbool als het ware staat voor dat kwaad in de wereld. It finds practical expression beginning in Exodus 17. When Amalek, without any cause in the world, comes and does battle with Israel. In Exodus 17, waar Amalek dus de strijd zonder enige reden of aanleiding de strijd aanbindt tegen Israël. It is inevitably a reflection of that root that prompts the divine oath to utterly obliterate Amalek. Is dat iets van de reden als het ware dat Amalek volkomen vernietigd moet worden? And the command in Deuteronomy chapter 25 for us never to forget and ourselves as God's junior partners to actualize that mandate to obliterate Amalek. Dus is dat dus ook gekoppeld aan die opdracht die je ziet in Deuteronomy 25 en wat voor belang is als Gods partners als het ware dat we zijn om uit te wissen van Amalek. Amalek is the first of nations that is destined for destruction. Amalek is de eerste van de volkeren die in aanmerking komt om uitgeroeid te worden. Not as individuals, because the individuals are welcome to return to God by embracing the Noahide covenant. Niet de individuen die besluiten om zich te houden aan de Noachitische wetten. But as an ideology. Ideology of evil. Maar Amalek als ideologie van het kwaad. So of course, this brings us to another critically important message for us to integrate. From the story of Haman and Amalek. En dit is dus een derde les die we kunnen leren uit het verhaal van Haman en van Amalek.
And this is also inevitably an inner battle. En het is dus onvermijdelijk ook een strijd die ons binnenste moet. The eradication of that ideology of evil, first and foremost, from within ourselves. Die strijd die gaande is, het kwaad als het ware in ons, dat een strijd in onszelf is. Ultimately, from the entire world. Uiteindelijk een strijd van de hele wereld. But there's still one final message that I feel compelled to share with you before we conclude. Er is nog één laatste les die ik graag met jullie wil delen voordat we gaan eindigen. And this is a point that we've already had occasion to note in the past with respect to that descendant of Amalek and Agag, Haman. Is de nakomeling van Amalek en van Agag, waar we het al over hebben gehad, al eerder in deze lessen. Namelijk Haman. It seems strange after everything we've said, after we appreciate Amalek as the incarnation of evil, that the only place where in the Book of Esther we find at least a hint at God's holy name, the Tetragrammaton, is in Esther, chapter 5, verse 4. In Esther 5, vers 4. Sorry, can you repeat the sentence once more? In Esther, chapter 5, verse 4, we find a hint at God's holy name, the Tetragrammaton, the four-letter name of God. Oh, is er in Esther 5 vers 4 vinden we een hint van de naam van God, of zo, die vier letterige naam van God. We don't find God's name appearing ever explicitly in the Book of Esther. In het boek van Esther komt niet expliciet dat de naam van God geschreven staat. But we do find, as you could see on the screens in front of you, in four adjacent words in chapter 5, verse 4, the initials of those words signifying God's holy name. Staat er, zoals je misschien ook op het bord kan zien, staan een aantal woorden geschreven waarvan de beginletters de naam van God vormen, die vier letterige naam van God. And as you can see, the words here, just to indicate them, are, again, let the king and Haman come today. In the Hebrew, it is Yavo Hamelech v'Haman Hayom. Er staat in abbreviations being the Tetragrammaton, God's holy name. En er staat, zit even te kijken hoor. Toen zeide Esther, als het de koning behaagt, dan komen de koningheden met Haman. En daar staat dat dus geschreven. And of course the importance of our appreciating this lies in what seems awfully strange. The king and Haman, granting that we have a tradition that the king also alludes to the king, God. What's Haman doing in God's holy name? Is wat nou heel apart is, als je kijkt naar de zin waar die vier letterige naam van God op voorkomt. Wat zo apart is, is dat we kijken naar de koning, wat in de traditie ook wel staat voor de koning, namelijk God. Maar wat doet hij dan met de naam van Haman, dat hij daar ook dan in voorkomt? And the answer, that the forces of evil, even evil incarnate, can be, need to be, subordinated to the way we serve God as well. Wat
wat daaruit blijkt, de les die we uit kunnen leren, is dat het kwaad zich moet onderwerpen aan de koning. We don't vanquish evil by ignoring. Sorry? We don't vanquish evil by ignoring it. Oh, we bannen het kwaad niet uit door het te negeren. We remember what Amalek did and what Amalek represents. We brengen in herinnering datgene wat Amalek gedaan heeft. And part of our destroying Amalek is taking that evil and subordinating it to God. En een deel van die naam uitroeien is het kwaad onderwerpen aan God. And it's on that note that I'd like to share with you one final verse from the book of Esther. Er is nog één vers van het boek van Esther wat ik graag met jullie wil delen. Chapter 5, verse 11. Hoofdstuk 5, vers 11. This is Haman boasting, glorifying himself. Haman recounted to his friends the glory of his riches and the multitude of his children. Er staat in vers 11, en Haman zonde hun op zijn grote rijkdom en zijn zonen, en de eer waarmee de koning hem overladen had. What was Haman exactly glorifying over? Waar roemde Haman nou zozeer in? Well, again, I'm going to share with you an ancient tradition that we have. Ik ga nog een keer een oude traditie van jullie die wij hebben benoemen met betrekking tot nu toe. We were from among the descendants of the wicked Haman. Those who were studying and teaching the Torah here in the city of Bnei Brak. Sorry, I don't quite understand. There were those from among the descendants of Haman. Maar er zijn afstammelingen van Haman geweest. Who became part of Israel. Die deel van Israël zijn geworden. And studied and taught the Torah. Die in the land of Israel in the city of Bnei Brak. Die onderwijs hebben gegeven over de Torah in het land van Israël. Again, of course, part of the message here is it has nothing to do with ethnicity or race. Het heeft dus niks met etniciteit of ras te maken. It's a matter of ideology. Maar dit gaat dus over de ideologie. But the real message of all this is that what strikes us as the forces of the worst evil need to be subordinated to the forces of godliness and redeemed. Maar dat de belangrijkste les die we kunnen leren is dat het kwaad onderworpen moet worden aan de goddelijke kracht. This inevitably is a critically important message for all of us. Het is een hele belangrijke boodschap voor een ieder van ons. Again, we have this progression from Amalek to Agag to Haman. We hebben een voortgang als het ware van Amalek naar Haman. It is a progression of evil. Het is een voortduren van het kwaad. But it need not be evil. Maar het hoeft geen kwaad te zijn. God gives all of us the ability to choose. God geeft ieder van ons de mogelijkheid om te kiezen. And ultimately, what this access of evil really signifies is the force, the power. The first of nations that God bestows upon humanity. Is dat de les die we hieruit kunnen leren, is dat het kwaad de eerste der volkeren ook dat zijn einde zal zijn. We all need to redeem those forces. We moeten allen die dat kwaad ten goede keren. The forces outside, but most of all. The forces within ourselves. Het kwaad dat buiten heerst, maar ook het kwaad dat in ons heerst. When we dedicate them all to God, we will have completed the victory over Amalek.
Als we die allemaal aan God overhevelen, dan hebben we werkelijk de strijd gewonnen van Amalek. We will have done our job as God's junior partners in actualizing His will. Dan hebben we de taak volbracht met betrekking tot deze strijd om zijn wil te doen. And of course, by so doing, we will have merited His blessing. En dat op deze wijze te doen, zullen we ook zijn gunst verdienen, krijgen. God bless you. God zegen.